Ik vind het gewoon niet terecht. Ik vind onrecht gewoon wat je aangedaan wordt. Ik bedoel, het is toch duidelijk dat mijn man is overleden en dat ik het op mijn naam wil hebben. Waarom moet ik daar 700 euro voor betalen? Dat vind ik onrecht. Ja, als een echtpaar een gezamenlijke bankrekening heeft en één van de twee overlijdt, is het lastig om die rekening op één naam te krijgen. Sommige banken eisen een peperdure verklaring van erfrecht. Riet van Wissen is het daar niet mee eens. Ik vind het gewoon niet terecht. Ik vind onrecht gewoon wat je aangedaan wordt. Een hele lieve, goede man. Ja, een hele lieve man. We zijn 58 jaar getrouwd geweest. Hij is vorig jaar 18 juli overleden. We hadden samen een en-of rekening bij de ING. Post van de ING krijg ik nog steeds de naam erbij van erven van Wissen, mevrouw F.J. van Wissenbouwman. Dan heb ik iedere keer weer, dan denk ik, verdorie, weer die erven, zo, dat... Ja, ik met mijn twee kinderen zijn wel erven natuurlijk, maar ja, ik wil dat gewoon weg niet. Hier hebben we dus een uittreksel van uit de overlijdensakte. En dat heb ik dus ook opgestuurd naar de ING en daar nemen ze geen genoegen mee. Omdat wij dus een testament hebben, moet ik dus bij de notaris een verklaring van erfrecht hebben. En dan kan het overgezet worden. Ik heb dan contact opgenomen met de notaris en die vertelde dus dat het dan om en nabij de 700 euro kost. Nou, dat vind ik, ja, geldklopperij. Ik bedoel, het is toch duidelijk dat mijn man is overleden, dat ik alleen ben en dat ik het op mijn naam wil hebben. He, dan... Ja, waarom moet ik daar 700 euro voor betalen? Dat vind ik onrecht eigenlijk, wat niet alleen mij, maar ik denk ook andere mensen aangedaan worden. Mijn man heeft geen pasje meer, het pasje is ingenomen. Maar ik moet wel iedere maand dus als tweede rekeninghouder 1,10 euro daarvoor betalen. Nou, dat vind ik ook heel raar. Ja, wat doe ik ermee? Want ja, ik vertik het om gewoon die 700 euro te betalen. Ja. Misschien wel eigenwijs, maar dat wil ik echt niet betalen. Ja, snap je deze mevrouw? Ze zegt ik ben eigenwijs, maar ik ga dat niet betalen, Rogier. Ja, mevrouw heeft eigenlijk een hele kleine wens, hè. Het is niet zo dat ze beide te goede van haar overleden man wil komen, want dat kan ze al. Het is haar rekening. Ja. Het enige wat ze wil is dat de naam van die rekening, hè, op die bankafschriften verandert. Ja. En dat is een kleine wens, maar wel heel invoelbaar. En je zou zeggen... Vind je dat invoelbaar dan? Het levert elke keer weer een confrontatie op, ongemak, iets zakelijks. Nou ja, ik bedoel, ik hoef dat zelf niet in te vullen, want we krijgen hier dus heel veel meldingen over precies dit. Deze ja. Kleine wens die door de bank gewoon niet opgelost kan worden, tenzij je zo'n hele dure verklaring van erfrecht kan overleggen. En zij komt dan zelf met de overlijdensakte, die kun je gewoon opvragen bij de gemeente, is veel goedkoper, maar daar gaat de ING niet mee akkoord. Dat klopt. Hoe klein en begrijpelijk die wens ook is, ING pakt dat groots op. En die vat het eigenlijk op als een afwikkeling van de nalatenschap. ING zegt, is goed, die naam van die rekening kunnen we wel veranderen, maar daar moeten alle erfgenamen mee instemmen. En dan is de vraag, wie zijn de erfgenamen van haar man? Want er was een testament. Ja. En in dat testament kan staan dat er andere erfgenamen zijn dan mevrouw. En die moeten dan mee kunnen beslissen. Ja, en zonder testament speelt dit niet, hè? Zonder testament is mevrouw als langstlevende partner automatisch... Ja, gewoon dan de enige gerechtigde tot die bankrekening. Dus het komt echt door het feit dat er een testament is... Dat ze nu die 700 en meer nog euro kwijt is... om alleen die naam van die rekening te veranderen. Ja. Wat doen de andere banken eigenlijk? Want hier gaat het om ING... Ja, nou, er is een aantal jaar geleden door de Nederlandse Vereniging van Banken een formulier opgesteld waar op zich alle banken achter staan. Dat is dat je bij die tegoede kan komen en die naam van die rekening kan veranderen. Als er geen testament is en er minder dan 100.000 euro tegoed is.
nou ja, hier is een testament, toch gaan in de praktijk andere banken hier soepeler mee om. Merken we aan de meldingen die binnenkomen. En we hebben dat ook nagevraagd. Bij ING lukt het soms ook iemand om toch zonder die dure papieren... Deze mevrouw dus niet, hè? Deze mevrouw niet. En wat zeggen ze nu, want jij hebt contact opgenomen? Ja, zij zeggen, ja, we moeten dit zorgvuldig doen. Zorgvuldigheid staat voorop. Ik zou hier denken, klantvriendelijkheid kan ook wel een stukje naar voren geport worden. Help deze mevrouw gewoon. We hebben ze met elkaar in gesprek gebracht, dus ja, er kan nog wat gunstigs uitkomen. Ja, ik zou denken, als ING niet praktisch is, dan kan mevrouw dat zijn. Ze kan natuurlijk, dat is veel goedkoper, een nieuwe rekening openen. En het leuke is, ja, dat kan natuurlijk ook bij een andere bank.